De gladiool is natuurlijk het symbool voor de Nijmeegse Vierdaagse. Maar helaas zijn er ook duizenden gladiolen die uiteindelijk worden verspild. En om mensen bewust te maken van deze verspilling, is daar iets op bedacht. Martijn Lambeck heeft samen met zijn zus het gladiolenvoetenbadje bedacht. En die zorgt nou net voor de ontspanning die de lopers, maar ook de feestvierders nodig hebben. En technisch gezien is het een mix van verschillende zouten. Maar die hebben we aangevuld, eigenlijk versierd met gedroogde gladiolenblad van de Vierdaagse van vorig jaar. En deze gedroogde gladiolenbladeren geven voornamelijk een mooie kleur. Maar de zouten doen ook daadwerkelijk iets met je voeten. Er zitten drie verschillende zouten in. Dode zeezout, Himalaya zout en Epsomzout. En die hebben eigenlijk allemaal een eigen werking op je lichaam. Voor ontspanning, voor herstel, voor kalmering. Dus het is echt een goed product voor je lichaam. Maar het gaat ook vooral om die bewustzijn te creëren voor circulariteit. Ja, want dit bewustzijn creëren, dat is voornamelijk de boodschap die Martijn wil brengen met dit product. Ja, kijk, uiteindelijk gaat dit product, is enerzijds natuurlijk een functioneel product. Voor de blaren, om het zo maar te zeggen. Maar we willen ook vooral bewustzijn creëren voor thema's als circulariteit en duurzaamheid. Wij redden echt niet de wereld met deze voetenbadjes. Ook niet als wij 10.000 voetenbadjes zometeen verkopen. Daar redden wij de wereld niet mee. Maar we hopen wel dat mensen thuis misschien tijdens een voetenbadje denken van... Hey, wat kunnen we zelf doen op het gebied van circulariteit of het voeding, bloemen bijvoorbeeld. En met het Nijmeegse product willen ze natuurlijk ook bijdragen aan het gevoel van de Nijmeegse Vierdaagse. Ander belangrijke eigenschap, denk ik, van de Vierdaagse is dat er heel veel geld wordt ingezameld door alles en iedereen. Hè? Door lopers die middels sponsoren geld ophalen, door bedrijven die iets doen. Dat is iets wat wij ook heel graag wilden doen. 1 euro per voetenbadje gaat naar het Radboud UMC Kinderfonds. Nu wordt het natuurlijk gekocht voor wandelaars. Maar we hebben ook aanvragen van bedrijven die het als onderdeel voor een kerstpakket of als werknemersgeschenk willen gaan inzetten. Dus ja, ik hoop dat we richting eind van het jaar ook nog een aanvullend bedrag kunnen doneren aan het goede doel.